Oké, de recording is gestart en we zijn nu bezig met het opwarmen van de IMU. Dan geven we die warning aircraft moving detected wait before take-off. Wat interessant is, want dat ding staat op een betonnen plaat, dus weinig beweging lijkt me. 11 satellieten, 99% accu vol. Alles is eigenlijk goed. Oké, we are on FGPS. We are starting de motoren. En we wachten op auto's. De auto gaat weg. Er komt nog een auto aan. En van de andere kant ook. Die gaat rechtsaf, daar hebben we niet zoveel last van. Deze gaat nog. Oké, daar is hij. Stijg op. Is hij oké? Hij is oké. Laat hem stijgen. Alright. 119 meter. Contact is goed. Ik krijg een high interference environment. Dat komt waarschijnlijk van die toren. Maar ik zie er weinig problemen in. We gaan naar de panorama. Exposure lock. Not that, we wanna manual zetten. Dan is een beetje overbelicht. Dus we doen de... Oh, die kan niet naar beneden. Nee. Ja, dit klinkt goed. Oké. Automatische panorama gestart. Hij maakt netjes foto's. Zie geen problemen. Mooie opnames.
18 van de 22 foto's, gaat nog goed. Oké. In principe is die klaar. Dan gaan we naar de andere panorama, de manuele, met 34 foto's. Ik denk dat het dan een roofvogel is of zo. Er zitten wel meer rustig rondvliegende, niks doende vogels. Maar vanaf deze afstand, als ik ze zie, zijn het behoorlijke beesten. Geen warnings, nergens enige waarschuwingen. Accu nog een kwartier, 16 minuten en 30 seconden. Dat is bij de 13e foto. Ja, ik zie een enorme grote toren. Een soort zendmast. Hij is op de helft. Hoeveel minuten hebben we nog? Kwartier. Ja. Haastig spoed, zelden goed. 3,82 volt. Accu's zijn aangezet en helemaal opgeladen. Tablet is helemaal opgeladen. De controller is helemaal opgeladen. Dus in principe moet het allemaal goed gaan. Oeh, dit is een donkere foto. Het is geen HDR natuurlijk. Het bos wat je hier ziet zijn allemaal kerstbomen. Ik denk dat die verkocht gaan worden of zo. De 33e foto en de 34e foto. Warning, no image transmission signal. En hij is weer terug. Oh, hij was even weg en dan gaat het weer goed. Oké. Ik zou zeggen, come home. Oh, sorry, ik maak nog een extra foto. Dit is de film. Oké, ga maar dalen. En beetje draaien. Oké. En kijk nou naar de toren. Bij het dennenboompie. Dus als ik hem draai, dan zou ik in zicht moeten komen. Ergens, maar hij is een beetje donker.
Dus ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat ik bij dat witte gebied aansta. Of het is schaduw natuurlijk. Nee, hij gaat helemaal niet naar het witte gebied. Waar ben ik dan? Oh, daar denk ik. Kom je nu op me af? Ja. Hoeveel minuten nog? 12 minuten. We zijn er bijna. Share film.